Rijnsburgse boys in het geel en zwart deed zichzelf vorige week tekort met een 0-0 gelijkspel tegen IJsselmeervogels. En is thuis sterk, haalde alle punten op eigen bodem, maar komt hier goed weg als doelman van Nieuwkoop ingrijpt op de inzet van aanvoerder Jozic van buurman VVSB. El Ouzouti en de hoekschop voor de bezoekers die uit nog ongeslagen zijn. Jozic met de vrije trap en van Nieuwkoop moet ingrijpen. Het is VVSB dat de eerste gevaarlijke momenten voor zijn rekening neemt, maar het is Rijnsburgse boys dat de score opent. Joël Tillema, hij was ooit verdediger en dat is nog niet zo lang geleden. Vorig seizoen topscorer van Rijnsburgse boys in de derde divisie en dit is alweer zijn derde van dit seizoen. En hij staat veel te vrij. En dan heeft de Rijnsburgse boys ineens het licht gezien. Serboni, vorig jaar met ruzie weggegaan bij VVSB tegen zijn oude ploeg, bijna met de 2-0. En dit is Mikey Parami, de man die VVSB vorig jaar in de beker langs FC Den Bosch schoot. Nu tegen VVSB. Hij komt heel ver. Hij komt heel erg ver, houdt de bal in de kluts bij zich. En dan Stroker, Serboni en daar is weer Tillema. Weer die voormalige verdediger. En het is 2-0 voor Rijnsburgse boys. Serboni houdt heel goed het overzicht hier. En Tillema is ijzingwekkend koel. 2-0 voor de Uien. En dan moet VVSB wat gaan doen. El Ouzouti. Met Opoku voor zich. Die is niet al te wendbaar. En El Ouzouti die schuift hem binnen. Raakt daarbij geblesseerd. Zou later ook uitvallen. Maar dit is niet goed verdedigd van Opoku. En Van Nieuwkoop is geslagen. VVSB 20 minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Goeman houdt vast en krijgt de strafschop tegen. Ja, dan kan je wel zeggen, ik doe toch niks. Maar scheidsrechter Van der Laan is niet gek. Kijk hier, dat textiel gaat niet vanzelf naar die hand toe. De strafschop is misschien zwaar, lijkt zwaar. Maar als iedereen voor dit soort momenten een penalty geeft, hou je nooit meer vast. Bekooi benut de strafschop. Het is 10 minuten voor tijd, 2-2. En dan is Rijnsburgse boys in last. Bekooi. Van de Wilde. Van de Wilde. En de 3-2 voor VVSB. De ploeg die nog niet gewonnen had. In de 90ste minuut. Zo'n beetje. Komt op 3-2. Staat Van Nieuwkoop hier te ver voor zijn doel? Ja, nou ja. Het is ook goed ingeschoten van Van de Wilde. En VVSB kan de eerste zege van het seizoen bijschrijven. Rijnsburgse boys leidt de eerste thuisnederlaag.